Wel, wat die niet-evidente vraag betreft. Ik ben in 2014 30 jaar afgestudeerd aan de toneelschool, aan Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. En dat maakt dat je op die 30 jaar nog wel soms gevarieerde rollen mag en kan spelen. Tot mijn groot plezier trouwens. Nu, de Xavier de Baere, de professionele afscheidsnemer, is eigenlijk tot stand gekomen dankzij een theaterproductie. En daar kon ik moeilijk uit mijn woorden geraken. Dat was het kenmerk van dat figuurtje, dat hij echt bleef praten, maar eigenlijk zijn zinnen niet kon afmaken of er met een hele wijde boog omheen ging. Maar het is toch bij gratie van die gevarieerdheid dat ik het heb kunnen schoppen tot het fantastische ambt van bospoeper. Want dat is weinig gegeven dat ze kunnen zeggen dat ze eigenlijk een nieuw, hoe moet je dat nu noemen? Ja, eigenlijk een nieuw begrip in Vlaanderen hebben geschapen met zijnde de bospoeper. Dus ik ben eigenlijk wat dat betreft enorm trots dat ik al die zeg maar gevarieerde dingen heb mogen meemaken. En er is niks zo fijn, vind ik zelf, als freelance acteur om gevarieerde rollen te kunnen en te mogen spelen. Dus ik hoop dat er nog heel veel mogen volgen. Dus vandaar vind ik het eigenlijk een heel logische evolutie van professionele afscheidsnemer tot bospoeper. Duizend klassiekers. Bij Radio 2.